De wereld heeft een hoop problemen. Terrorisme, klimaat, armoede, burgeroorlogen. Maar het probleem voor mij ligt bij de mensen die de problemen moeten oplossen. Want wereldwijd wordt er door politici geroepen: grenzen dicht. Terwijl het jongetje dat zijn ouders in de burgeroorlog in Syrië verloor ook alleen maar zoekt naar een tweede kans. Er wordt geroepen: alle buitenlanders het land uit. Terwijl het Marokkaanse meisje, dat net als jij en ik hier in Nederland is geboren, ook alleen maar op zoek naar een gewoon bestaan. En er wordt geroepen: Weg uit de EU. Terwijl Europa de grootste afzetmarkt is van de landen die hierbij horen. Front Nationaal in Frankrijk, UKIP in Engeland, de AFD in Duitsland en de PIS in Polen. Ik kan nog wel een hoop meer partijen noemen in landen. Steeds vaker komen er rechtsnationalistische en populistische partijen op. En niet alleen in de rest van de wereld is het geval. Ook in Nederland kan ik nog wel een A4'tje noemen vol met dit soort ideeën. Steeds vaker roepen politici allerlei loze uitspraken om in te spelen op onze angst. Juist de politici die ons gevoel van veiligheid zouden moeten geven, zorgen voor een gevoel van onveiligheid. De politici die voor orde moeten zorgen, zorgen voor chaos. En de politici die voor verbondenheid moeten zorgen, zorgen voor een saaie verdeeldheid. De mensen die onze voorbeelden zouden moeten zijn, zijn het juist niet. De mensen die de wereld zouden moeten regeren, het land zouden moeten regeren, doen het juist niet. En we zijn één wereld. Trump zei laatst. America first. Maar wij zouden hiertegen moeten opstaan. Want het moet niet zijn: America first. Het moet ook niet zijn: The Netherlands second. Maar het zou moeten zijn: Our whole nation first. Want waar je ook woont, wie je ook bent of wat je ook doet, je hebt het recht om op de eerste plek te staan. Ik wil elke politicus aankijken. Jong, oud, landelijk, regionaal, binnenland, buitenland, zijn geen onveiligheid, chaos en verdeeldheid. Door je vaste klampen aan het populisme. Maar breng de veiligheid, orde en verbondenheid terug in de samenleving. Zodat je iemand kan zijn waar hij, zij, ik, jij en ook uzelf tegenop kan kijken.